De president die heeft toch heel gauw gereageerd op het schrijven van parlementariër Mahinder Joggi, waarin Joggi de president aandacht vraagt voor de neventaken die in feite de ministers van NH, Regilio Dotson, en de minister van OW, Patrick Pengel, willen verrichten via een stichting. Volgens Joggi zou dat niet kunnen. Vandaar dit schrijven aan de president. En de president die heeft er heel gauw daarop gereageerd en aangegeven dat er een diepgaand onderzoek zal komen. Maar dat is niet alleen dat schrijven. Ook vanuit Joggi en de parlementariër Karel Breveld is er een schrijven gericht naar de president waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebeuren bij de Surinaamse Postspaarbank. We spraken hierover met Joggi die als volgt reageert. Het interview is vastgelegd door Karen Saktou. Ik heb geschreven inderdaad een brief naar de president waarin ik aangeef dus dat conform artikel 125 van de grondwet een aantal zaken hebben plaatsgevonden die niet juist zijn. Artikel 125 van de grondwet geeft aan dat de president en de vicepresident geen nieuwe beroepen mogen uitoefenen. En in de grondwet van 1975 was dat ook voor de ministers. Nu zien wij dus dat minister Dotson en minister Pengel NV's en stichtingen hebben opgericht. En niet om liefdadigheidswerk te gaan doen, maar business te gaan doen. En ik heb de president daarop geattendeerd dat het in deze gaat om moraal en ethiek. Wanneer ministers worden belast met een deel van de staatstaak, een deel van de bestuur, dan denk ik dat we alleen moeten doortrekken wat geldt voor de president en vicepresident in deze kwestie. Dat we de lijn moeten doortrekken, zeker in het kader van ethiek en moraal. Ministers moeten iets uitstralen. Je bent bestuurder, is een erebaan die je vervult. En dan moet je afblijven van een aantal dingen. Dus dat is de reden geweest. En de president heeft aangegeven dat hij de brief heeft ontvangen. Dat de president onderzoek gaat instellen. En dat de president het resultaat van het onderzoek zal doen toekomen. Dus ik ben blij dat de president heeft gereageerd. Ik vind dat voorbeeldig. Maar natuurlijk moet de president op andere schrijven die wij richten als parlementariërs van de oppositie, ook van de coalitie, daarop reageren. Omdat dat gedrag dan bijdraagt aan een beter bestuur, maar ook een betere imago. Zeker voor de regering en zeker voor de president. Maar meer inhoud geeft aan het werk dat je doet als parlementariër. Maar we begrijpen, heer Joggi, dat u ook in hetzelfde schrijven in feite vraagt naar ontslag van beide ministers. Ik heb de president aangegeven, ja. Dat het komt mij voor, ja. Dat inderdaad deze twee ministers ontslagen moeten worden. Ik heb mijn brief gericht op 16 april 2019 aan de president. En de minister van Openbare Werken geeft aan in een interview op 17 april dat hij op de hoogte is van het schrijven welke ik heb gericht aan de president. En op 17 april zien wij dat de NV waarin hij en Dotson zitten, de NV slapend wordt gemaakt bij Kamer van Koophandel. Met andere woorden, de brief heeft aanleiding gegeven aan deze twee heren om die NV slapend te maken. Dus wat mijn zorgpunt is en wat mijn bezorgdheid is, dat wordt bevestigd door het feit dat ze handelingen hebben gepleegd één dag daarna, namelijk om die NV te laten slapen. En dat ze dan daarmee toegeven dus dat ze dingen doen of deden die niet juist zijn en dat niet moet. Toch? Dus ik heb inderdaad gevraagd aan de president, ja, om te overwegen om deze twee heren te ontslaan, omdat dit niet kan. Hoe komt het, of hoe denkt u dat ministers toch wel durven om in dit kabinet zulke verregaande handelingen te plegen? Ik ga u zeggen, het is een kwestie van nogmaals van moraal en ethiek. Het is een kwestie van in welke omgeving functioneer je en hoe is die omgeving. Ik weet nog dat de president heeft aangegeven bij het ontslag van minister Sastrudjo, omdat zijn vrouw een stuk daarin had aangevraagd, de minister zijn omgeving diende te kennen. Nou, ik denk dat de president zijn omgeving ook dient te kennen. En wanneer in de omgeving van de president mensen zijn die dingen dienen die niet juist zijn, niet acceptabel zijn in het land, dan moet de president optreden. Hij moet de lijn doortrekken, zo simpel is het. En dat is de reden ook waarom ik aangeef van luister president, ontsla deze twee ministers. Maar er is ook nog een tweede schrijven, samen met parlementariër Breveld, richting de president. Waarover is dat schrijven? Nou, ik heb informatie. Meneer Breveld heeft ook informatie.
We hebben informatie. Informatie heeft ons bereikt dus dat bij de Surinaamse Postsparbank er zaken plaatsvinden die niet juist zijn. We hebben informatie dat de centrale bank, dat het ministerie van Financiën of de minister van Financiën op zijn minst 2 rekeningen heeft geopend bij de Surinaamse Postsparbank, waarop gelden worden gestort die de overheid toebehoren, de staat Suriname toebehoren. En wat we weten is dus namelijk dat de centrale bank van Suriname de kassier van de staat is. Dus dat bevreemdt ons in ten eerste dat de minister van Financiën of het ministerie van Financiën daar een rekening of meerdere rekeningen heeft geopend, dat middelen van die overheid daarop worden gestort, terwijl de centrale bank die rol zou moeten vervullen. Maar daarnaast hebben we ook informatie dat er zaken daar plaatsvinden die niet juist zijn. En dat mensen bevoordeeld worden en dat er mogelijk sprake zou zijn van corruptie en allerlei dingen, fraude en zo. Dus ik heb samen met mijn collega Breveld een brief geschreven naar de president waarin wij de president een aantal dingen vragen. Het is voor ons niet duidelijk wie de mensen zijn die uit deze rekeningen mogen trekken. Het is voor ons niet bekend onder welke voorwaarden de mensen uit deze rekeningen mogen trekken. Het is voor ons niet bekend wat de rentepercentage is. Het is niet bekend hoe de kredietbewaking plaatsvindt. En zo zijn een aantal dingen. We willen weten wat het protocol is. Welke is afgesproken door de minister van Financiën en de Surinaamse Postsparbank van hoe om te gaan met deze middelen en wat de bestemming is van deze middelen. Bovendien moeten we weten ook dus dat conform regelgeving het de Centrale Bank van Suriname is, die bevoegd is en verplicht is controle uit te oefenen op het handel en wandel van het bankwezen in Suriname en andere financiële instellingen, maar zeker instructies en richtlijnen moet geven wanneer het gaat om zaken die niet juist zijn. En ik vraag mezelf af, wij hebben dat ook gezegd in het schrijven aan de president van luister, waar is de verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname? Waar is de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën als monetaire autoriteit? En ik neem niet aan dat er zulke grote bedragen worden gestort op die rekening door die overheid en dat de minister van Financiën niet weet om hoeveel geld het gaat en waar de middelen allemaal terechtkomen. Ik bedoel, we zitten in een situatie in het land waar elke dubbeltje 20 keer gedraaid moet worden om uit te geven daar waar het nodig is. En we zien dat dat zelfs niet kan. Mensen overlijden aan ziekten die niet behandeld kunnen worden en zo kunnen we doorgaan. Dus het is een hoogst kwalijke zaak natuurlijk dat dit plaatsvindt. En er zijn ook indicaties dat er lijnen lopen vanuit de Centrale Bank van Suriname naar de Surinaamse Postsparbank. En de vraag is dan, hoe is toezichthouden en controle mogelijk? Dus allerlei zaken. En ik begrijp ook dat dus een belangrijke functionaris bij de Centrale Bank ook een $240.000 heeft getrokken via het pensioenfonds. Van het pensioenfonds via de Surinaamse Postsparbank, waar de gelden dus zijn geparkeerd. Ik bedoel, het is een zaak dat niet juist is en niet goed smaakt. Na ons schrijven naar de president van de Republiek Suriname, hebben we gezien dus dat er reactie is gekomen van de samenleving, van de vakbeweging. Meneer Berestein, die de bond daar heeft overgenomen, van de JA91 is een reactie gekomen, van de NPS is een reactie gekomen. Dus wij willen weten wat er daar precies gebeurt. En dat men niet moet proberen het extern te verleggen. Omdat wanneer zaken naar buiten zijn gebracht, is dat wel iets dat in het belang is van die samenleving. En dat we niet moeten gaan vervolgen en strafbaar stellen zij die informatie hebben gebracht, naar buiten hebben gebracht, maar zij die verkeerde handelingen hebben gepleegd. U moet weten dus dat bij Grasalco bijvoorbeeld ook een heleboel verkeerde dingen zijn gebeurd. En daar is onderzoek gaande en de directeur heeft aangifte gedaan. Maar ook is er daar bij Grasalco zijn mensen op non-actief gesteld. Dus ik begrijp niet waarom de president en de regering nog steeds de meneer Guirmardo Kuromosuto daar handhaaft als directeur. De hele staf zou op non-actief moeten worden gesteld. Er zijn mensen die daar werken bij de bank, financiële mensen, die een bank in een bank zijn. Ik heb documenten en wij wachten nogmaals af op het antwoord van de regering, van de president. We gaan niet te lang daarop wachten, laat mij u dat ook zeggen. Omdat wij ook stappen gaan zetten, afhankelijk van reactie of geen reactie. Maar ik denk dat, zoals de informatie tot nu toe aanwezig is bij ons, enorm veel reden geeft tot bezorgdheid en ongerustheid. We zien, heer Jogi, dat ook de directeur van de bank intussen gereageerd heeft en aangeeft dat er in feite niets mis is. En dat de klokkenluiders in feite, ja, als het zover zelf moet komen, via gerechtelijke wegen afgestraft zullen worden. Dus dat zeg ik. De directeur van de bank moet het accent niet verleggen. De directeur van de bank moet inhoudelijk ingaan op de situatie. Van het is zo of het is niet zo.
We hebben gelden verstrekt aan mensen, we hebben geen gelden verstrekt aan mensen. We hebben gedaan aan kredietbewaking, ja of nee. De Centrale Bank van Suriname heeft toezicht gehouden. Of geen toezicht gehouden. Kijk, hier is onze jaarverslag. Dat dit en dit aangeeft. Waar zijn de jaarverslagen? Dus men moet niet het accent verleggen en proberen te intimideren en te bedreigen de mensen die informatie naar buiten hebben gebracht. De informatie is buiten, is in het belang van het land. Is in het belang van de bank, het bankwezen. Is in het belang van de Centrale Bank van Suriname. Is in het belang van de financiële sector. Is in het belang van rust op financieel vlak. Maar is ook in het belang van vertrouwen die er moet zijn in het financiële gebeuren van het land. We hebben al genoeg problemen. 19,5 miljoen euro zit vast in Nederland. Dus meneer Guinmardo Cromosuto moet niet gaan bedreigen en intimideren. Want zo komt het bij mij over. Wat hij gezegd heeft daar. Hij moet de case aanpakken. Hij moet zeggen, president, hier is mijn positie. Welke ik ter beschikking stel. Van u of van de monetaire autoriteiten. Ik maak een stap terug. En hier is de sleutel van de bank. Hier zijn de computers. En u mag onderzoek plegen. Dat is manmoedig. Dat zou hij moeten doen. Jammer genoeg. Blijf dat uit. Heer Jogi, ik wil toch graag een reactie van u hierop. Ofschoon we zien dat uw partij al met een statement naar buiten is gekomen. Maar waarom ik toch deze vraag aan u stelt, omdat u al heel lang lid bent van de VHP. U bent standvastig in uw besluit binnen vanuit welke partij u land en volk wil dienen. Maar nu zien we jongeren die zich hadden aangesloten bij deze partij de overstap maken naar een andere partij, in deze de NDP. Vaak genoeg zegt men ook, de ouderen moeten nu de kans geven aan de jongeren. Maar als jongeren niet zo standvastig zijn, hoe moeten we hier tegenaan kijken? Laat mij u zeggen, ik heb de verklaring van de VHP gezien. En ik sta achter de verklaring van de VHP. Dat is 1-2, is namelijk dat je niet in de hersenen of in het hart van iemand kan kijken of daarin bent. En elke individu handelt op basis van eigen verantwoordelijkheid. Dit wat nu gebeurd is, schaadt de VHP sowieso. Schaadt het imago van jongeren, want niet alle jongeren zijn zo. En niet alle jongeren hebben de intentie om over te lopen. Dus natuurlijk is er werk aan de winkel. En natuurlijk brengt dit jou naar een moment en naar een punt als partij en als organisatie om heel serieus iets in te bouwen of meerdere kleppen in te bouwen waar je mensen saved. Waar je mensen heel goed bekijkt voordat je mensen positioneert. Wij hebben vaak gebruik gemaakt van het voordeel van de twijfel van man. De man of de vrouw is academicus of doet heel hard zijn best. En zet hem daar als voorzitter of ondervoorzitter of noem maar op. Je laat de mensen deelnemen in je organisatie. Om natuurlijk te helpen, om een deel van het werk te doen. Maar aan de andere kant ook de ruimte te geven om te profileren. Maar dit inderdaad schaadt het imago van de partij, schaadt het imago van de jongeren. Het is minder prettig dat dit gebeurd is, liever was het niet gebeurd. Maar wij zullen hiermee moeten dealen en zullen ons zodanig moeten opstellen in ons handelen en wandelen, in ons denken als partij, dat zulke zaken geminimaliseerd worden in de toekomst.